Ja, gisteren hadden we het over de spelletjes die je meeneemt naar de camping, maar er moet natuurlijk veel meer mee naar de camping. Wat dacht je van je campinguitrusting? Laten we die campinguitrusting eens gaan tekenen. Dan bedoel ik natuurlijk niet je tent en je haringstokken en je haring en je haringhamer. Je hebt zo'n hele lijst altijd voordat je op vakantie kan met alles wat je mee moet nemen. Maar laten we eens kijken naar bijvoorbeeld je kookgerei en dat soort dingen. Een schot opbraaien bijvoorbeeld, of nou ja, laten we het maar gewoon gaan tekenen. Doe je mee? Ja, we hadden het gisteren over campingspelletjes. Maar ja, als je naar de camping gaat, moet je ook een goede campinguitrusting hebben natuurlijk. Campinguitrusting, ja, wat neem je nou mee als je gaat kamperen? Nou ja, potten, pannen, dat soort dingen. En misschien wel een schot opbraaien. Ja, een barbecue misschien, hè, die je meeneemt. Zo'n, dat teken ik alweer niet goed. Ik heb zelf, even een andere pen. Ik heb zelf ook zo'n. Zo'n schot opbraaien, of wat is het? Ja, bij mij is die dan dat, ja, op gas, zeg maar. Dan zit hier nog zo'n rekje waar je spulletjes op kan leggen. En dan hier zo'n deksel erop, met zo'n handvat eraan. Hoppakee, temperatuurmetertje. Ja, en dan. Dat is wel fijn als je dat hebt op de camping, maar zo'n schot opbraai. Je kan er echt van alles op klaarmaken. Je hebt er ook een puiljapan voor. Je hebt er een braadrooster voor. Je hebt er een pizzasteen voor. Broodjesbakker kan ook heel makkelijk op dat ding. Ja, moet natuurlijk wel aansluiten op het gas, hè. Je hebt een gasfles, moet je erbij zetten. Maar goed, ik heb dan tegenwoordig zo'n lichtgewicht gasfles. Nou ja, dat is helemaal ideaal. Die weegt inderdaad een stuk minder. Het is kunststof en je ziet hoeveel de gas er nog in zit als je hem tegen het licht houdt. Ja, gas is duur op het moment, dat wel. Je kan natuurlijk ook, als het mag op de camping, op kooltjes barbecuen. Wel even vragen of het mag. En bijvoorbeeld ook open vuur, kampvuurtjes. Ik heb ook zo'n driepoot thuis. Dat is zo'n driepoot, heb je zo'n vuurschaal die je eronder kan zetten. Zo. En met hout erop. En je kan hier dan zo'n rooster aanhangen, of een keteltje aanhangen, en een kookpot aanhangen. Of een Dutch oven, dat is zo'n gietijzeren pan met pootjes. Die moet je eigenlijk op de kooltjes zetten als je kampvuur hebt. Ja, dit heb ik ook thuis, hartstikke leuk. Ook leuk om daarna op het vuur nog marshmallows bijvoorbeeld erboven te roosteren. Doop in de hagelslag, broodjes bakken. Blokjes kaas, spek eromheen op een prikker boven het vuur. Echt lekker, leuke dingen om te doen. Nou, campinguitrusting, dit is natuurlijk, dit is wat lastiger meenemen alles. Zeker zo'n gietijzeren pan, dat zijn zware dingen om mee te nemen op vakantie. Nou, je hebt natuurlijk je tentharingen, dat soort dingen. Campinguitrusting, ja. Er zijn een heleboel dingen die moet je niet vergeten, campinguitrusting. Ja, haringen, ja, die heb je natuurlijk ook allerlei soorten. Ik vind die spijkers vind ik altijd wel fijn. Die zijn wat steviger, die gaan niet zomaar krom. Ja, vergeet niet je tent hameren. Als jij je haringen moet gaan in de grond moet gaan slaan, altijd handig. Wat ook handig is een klauwhamer, want daar krijg je heel handig de haringen er weer mee uit. Klauwhamer. Ik kan ook wel even tekenen. Boem. Dat zeg ik nu wel, maar niet zo'n klauwhamer. Nou, dat is niet de beste klauwhamer. Ik moet eigenlijk even een klauwhamer. Ik ga hem even opnieuw doen hier. Vierkant rond. Zo. En dan zit hier zo'n. Zo. En dan hier de steel aan. Nou, dit is betere klauwhamer dan dit. Dit is eigenlijk slecht. Slecht voorbeeld van een klauwhamer. En dit is hem dan wat, ja, beter model, zeg maar.
Ik had misschien beter even eerst een voorbeeld kunnen opzoeken van hoe ziet zo'n klauwhamer er nou precies uit. Want, maar goed, je weet nu wat ik bedoel, een klauwhamer. Je kan met die achterkant heel makkelijk de haringen eruit trekken. En dat is wel fijn. Ja, ook heel handig. Een brandblussertje. Tegenwoordig, zeker met de bosbranden nu in het zuiden van het land. Een brandblussertje, een klein poederblussertje. Altijd heel handig. Als je dat mee hebt. En voor de veiligheid in de tent of in de caravan. Een brandblusser. Ja, je hebt van alles, hè. Inloopzeil, grondzeil, lampjes, zaklantaarn. Dus niet te vergeten, zaklantaarn is altijd handig. Zeker als je 's nachts naar het toiletgebouw moet of zo. Hè? Mocht je met de tent zijn, is het altijd handig als je een zaklantaarn bij je hebt. Nou, die heb je natuurlijk ook in allerlei maten en tegenwoordig ook met ledjes natuurlijk. Zo, een ledzaklantaarn. Zo. Ja, wat ook leuk is om mee te nemen, is bijvoorbeeld een verrekijker op vakantie. Een verrekijker. Laten we ook even een verrekijker tekenen dan. Een verrekijker. Zo. Zie je vaak ook nog zo'n draaiwieltje op. Zo. Van die doppen die je dat voor je ogen wat fijner aanvoelt. Nou, en vaak zit hier ook nog zo'n koord aan wat je dan om je, dat je goed om je nek heen kan hangen, zodat als die valt dat het beschermd is, zeg maar. Zo, een verrekijker. Ja, campingtafeltjes, campingstoelen natuurlijk. Ja, en ook natuurlijk een EHBO-setje, pleisters. Het zijn zoveel dingen die je mee moet nemen op vakantie. En ja, je wil wel eens dingen vergeten natuurlijk. En dat is niet handig. Ik weet dat er zijn wat sites waar je lijsten kan vinden. Zodat je je campingspullen kan afstrepen van heb ik alles bij me. AWB heeft onder andere zo'n lijst, paklijst kamperen, maar ook andere vormen van vakantie, dus niet alleen kamperen. Ze hebben meerdere van die lijsten, speciaal voor kamperen, speciaal voor een vliegvakantie, speciaal voor een autovakantie, waar je op moet letten wat je meeneemt. Verzekeringen bewijzen, reserveringsbewijzen, autovignetten bijvoorbeeld, een milieuvignetten, dat soort dingen. Ook nu belangrijk, want kijken, mag ik in met coronapas? Heb ik die nodig? Moet ik een mondkapje meenemen? Ja, tegenwoordig allemaal dingen waar je op moet letten als je naar het buitenland gaat, van hoe zijn de regels daar? Moet ik nog eten meenemen, medicijnen meenemen? Nou ja, noem maar op. En er zijn heel veel dingen waar je aan moet denken om mee te nemen op vakantie. Ga je nog op vakantie? Een hele fijne vakantie. En anders zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.